Hoi YouTubers, welkom bij deze eerste video uit 2015. Het is weer eventjes geleden dat jullie mij hebben gezien. Dat komt onder andere omdat wij, Kim en ik, sinds eergisteren, anderhalve dag geleden ongeveer, terug zijn gekomen van Indonesië. We zijn bijna 3 weken daar op vakantie geweest naar verschillende eilanden. Superleuke vakantie gehad. En daarom wil ik jullie in deze video even wat een soort indruk geven, zeg maar, van wat ik daar allemaal heb gefilmd. Sommige dingen zijn heel erg leuk, andere meer een soort overzicht. En we hebben ook vooral met dank aan Kim, die is er een stuk beter in dan ik, maar hele mooie foto's gemaakt van allerlei dieren en omgeving en zo. Dus dit is eigenlijk gewoon alleen een video van een indruk die we daar hebben opgedaan. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden en 2015 gaan er vast weer meer leuke video's komen. Dankjewel en tot snel weer. Hallo allemaal, welkom bij de eerste video vanuit Kalimantan, of heel Indonesië eigenlijk. We zijn net nou ja, een uur of 2 geleden geland op Balakampun. In de hoop trouwens jullie maar horen met de wind, want we zitten nu op een bootje. We zijn erop gehaald door Hakim, onze gids, en we gaan nu naar de Rimba Eco Lodge. We zitten op een leuk bootje met Kim. De reden waarom we nog geen video hebben gemaakt is omdat de afgelopen, nou ja, wat zal het zijn, 24 tot 36 uur ik letterlijk kotsmisselijk ben geweest. Eerst in het vliegtuig, reisziekte, nog een keer vliegtuig en nog een keer vliegtuig en op de boot. En dus het gaat nu weer ietsje beter. Ik leef nog. Dus even hier. Deze kant gaan we op, denk ik, gok ik zo. We zitten nu op een boot. De bootrit duurt ongeveer 2 uur. En dan zijn we bij de Rimba Eco Lodge. Tot het volgende deel weer. Nou, welkom bij deel 2. We zijn inmiddels een klein half uurtje verder, gok ik. En Joshua voelt zich alweer een stuk beter, dus hoera daarvoor. We zitten hier op de Sekunir rivier. Dat is een soort van enige manier eigenlijk om bij het nationale park te komen, Taingkuting. Noemen ze dan hier ook een soort snelweg. Het bootje gaat een kilometer of 10 per uur of zo, gok ik. Ja, je hoort de motor natuurlijk wel op de achtergrond, maar het is eigenlijk een redelijk rustig bootje toch nog. Weinig geschommel en zo, dus we hebben net al, ik zal even zo kijken langs de kanten. Wat nesten gezien, oude nesten van orang-outangs. Er komen hier dus ook wilde orang-outangs natuurlijk voor. Of we die gaan zien is natuurlijk altijd de tweede, maar de kans is er. En hier in de rivier zelf vertelde onze gids Hakim net dat er ook de valse gaviaal voorkomt, de zoutwaterkrokodil en dolfijnen. Dus er kan van alles zitten. Maar nou ja, we hebben een paar vogels en zo natuurlijk al gezien. Maar dit is pas de weg naar ons doel toe, dus dat we niet zoveel hebben gezien is niet zo raar. Dus als we weer iets tegenkomen, dan horen jullie het als eerste. Een beetje inzoomen voor jullie, hopen dat te zien is. Het is wel donker, het is ook een beetje aan het regenen, maar onze eerste wilde neusaap. Niet heel goed te zien, ah, kijk, een beetje beweging. Kim zal goede foto's als het goed is maken. Ik weet niet of ik dit goed op de film ga krijgen, maar dit is de reden waarom het hier een regenwoud is. Het was gewoon hartstikke lekker en nu in één keer van een paar druppeltjes naar een stortbui. We hadden het straks ook al een keer gehad en dat was echt heel snel over, gewoon binnen een halve minuut al. Dit lijkt iets langer aan te houden. Maar ik zal ook even zo laten zien. Kijk, we kunnen mooi de boot helemaal afsluiten. En hier een mooi overkappetje dat we toch nog wat kunnen zien. We waren hier net de neusaap aan het filmen en toen begon dit te gieten. Maar ja, dat maakt niet uit. Dus, we zitten hoog en droog. Goedemorgen allemaal. We zijn hier net wakker in onze eerste ochtend van de Rimba op Rimba Lodge. Het is denk ik de 5:30 of zo. En woep, hier worden wij mee gewekt. Een hele groep apen steekt over. Ik weet nog niet zeker. Er komen hier veel makaken voor, maar ik denk eigenlijk dat dit neusapen zijn. Maar ze zijn zo verrekken snel. Sorry voor het slechte filmwerk en zo, maar spring eens iets over, jongens. Oh, daar ga je er weer. Oh. Ja, het zijn neusapen.
Wat cool. Kijk, nou, dit is een steigertje. Zullen we meteen even een korte tour van ons huisje doen? We stijgen naar het water toe. Blijf je even lang genoeg zitten dat ik jou in kan zoomen? Oh, een beetje donker, maar hallo, meneer Neusaap. Gisteren op de rivier hebben we ook al twee groepen neusapen gezien. Die lekker zaten te eten. En ze zijn denk ik wel gewend aan mensen dat we hier zijn. Want ze storen zich niet echt aan ons. Ze zijn niet tam natuurlijk, maar ze doen eigenlijk gewoon lekker dat ding volgens mij. Er komen hier ook veel makaken schijnbaar voor. Maar dus eerst dacht ik, ja, daar gaat er. Hier zit een grote jongen. Oh, daar gaat er een beetje. Sorry voor het. Het is niet mijn beste camerawerk ooit. Dan ben ik echt snel. Oh, daar komt er van links nog gewoon er nog. Kijken of we die kunnen vangen als hij direct oversteekt. Oh, net te laat. Daar sprong er eentje over dus. Komt er nog meer? Dan zitten er links nog meer. Goedemorgen Kim. Nou, dan gaan we meteen eventjes... kijk, hier weer rondje... rondje naar het huisje doen. Dan gaan we meteen eens even kijken. Ze zitten er echt nog steeds links. Een flinke groep. Nou, ik zal eventjes de tour voor jullie afmaken. Hier een soort patio gedeelte. Wij zitten in de pigtailed macaw huisje. Nummertje 1. Nou ja, simpel huisje, maar wel gezellig. We hebben een bureau met een kluisje en nog een spul om op te bergen. Een ventilator, een mooi dubbel bed met een klankbord eromheen. Er is ook een airco, die hebben we niet aangehad, want het is eigenlijk hartstikke lekker. Dus gewoon, ja, het is niet eens heel benauwd of zo, ook al is het heel vochtig. Een toilet, een douche, het is hier wel heel donker. Ze hebben hier overal, dat is ook wel grappig, overal spaarlampjes. Overdag gaat ook de stroom eraf hier, om stroom te besparen. En dat gaat dan om een uur of 5 's middags weer aan. Dus dan begint het een beetje tegen het schemer aan te gaan hier. En tot 10 uur 's ochtends heb je dan stroom. Dus je kunt 's nachts gewoon de airco aanlaten en de lampen en zo. En als het dan helemaal goed licht is, dan gaat de stroom er weer af. Het zijn allemaal, dat is ook wel grappig trouwens. We zitten hier natuurlijk in een drasserig gebied. Dus ik ga weer even checken of mijn lampje iets beter maakt. Helemaal niks. Nee. Nou, in ieder geval... dit is de steiger en we staan dus allemaal op palen. Oeh, ga maar zo. Dat is een beetje te donker. Maar goed, wij zitten dus allemaal op palen van, ik denk, 1,5 meter hoog. Dat is natuurlijk voor al de regen die er valt. En daaronder staat ook water. We hebben al gisteren... Oh, daar zit een makaak. Nou, dit is dus het huisje van onze buren, dus die lopen gewoon letterlijk over je kamer heen. Er zit er hier ook eentje in de boom, daar kan ik hem vinden. Nou, sorry voor deze 5 minuten plus durende video, maar... Zoals je ziet is er hier van alles te beleven. Oh, en cicades. Ik op de achtergrond. Oh, kijk nou zeg. Nou, zo is wel wat gevaar. Dat is grote man. Weg. Het is een neuspeel of niet? Neusaap. Ja, dat vind ik. Ik zie hem alleen niet. Oh, hij is er. Nou.
We zitten nog steeds dezelfde ochtend als ik net heb gefilmd en Kim die hoort in één keer iets. En dan zit hier op, nou ja, wat zal het zijn? Jij zit er nog. Dan zit hier een orang-outang op een paar meter afstand. Een volwassen vrouwtje. Oh, dat ga je natuurlijk nooit zien. Ja. Dus even kijken hoe jullie dat moeten zien. Hij zit er echt. Oh ja. Wacht, ik ga even inzoomen. En hij maakt de kusgeluid. Ja, oh, hier zie je niets bewegen. Ja, het is echt, sorry voor de slechte film, maar. Oh, iets meer naar rechts. Iets meer naar rechts toe. Ja, ik zie daar een pond. Ja. Ja, het gras waait een beetje, gaat hij ook anders zitten. Maar dit is gewoon een orang-outang op, nou ja, ik zeg al op 2 of misschien nou ja, iets meer, 3-4 meter van ons. Maar hij zit dus gewoon 1 meter of 10 van ons huisje. Oh, wat vet. En hij maakt rare grappige geluidjes inderdaad. Nou, deel 2 van dezelfde orang-outang bij ons huisje. Zie je hem daar goed? Nee, ik zie alleen. Voor de bladeren heen. Oh ja. Ja, ik wel, alleen mijn camera nog niet. Even een beetje uitzoomen. Ja, we zijn hier ook op een steigertje, dus we kunnen niet heel veel dichterbij komen. Oh, het is echt moeilijk om door je camera te kijken. Hoger zit hij. Daar. Oh, er loopt hier een grote mier ook over een stokje. Ook grappig. Maar. Oh, mijn camera focust ook niet op het beest. Ja, er zitten zoveel takken voor. Filmen. Oh, fuck. Oh, we zijn echt net te laat. Hij stak hier over bij onze. Focus, oh, stomme camera. Oh, en wij gezien. Oh, Kim, je kunt wel via het gezichtje zien. Oh, yeah. Ik denk het zo mee? Kijk eens aan, mooi mannetje. Of vrouwtje, ik ben steeds niet zeker. Je ziet hem hangen ook. Hij is lekker aan het eten al de hele tijd. Joehoe. Nou, dames en heren, daar zitten we weer op een boot. Jullie zullen wel denken, ze doen niet anders, maar we zijn nu op weg naar Camp Leaky. De Seconje rivier, daar kwam ook even de splitsing in. En nu, dit is een stukje heet de Black River. Ik weet niet of dat zichtbaar is, maar het water is echt heel erg zwart. Het is op zich wel helder, je kunt wel een stukje onder water kijken, maar ja, het ziet er gewoon ja, echt zwart uit als je erop kijkt. Het is gewoon net koffie. We hebben net even een stop gehad bij een research station. Hebben we een rondje gelopen, onder andere wilde zwijnen gezien en hele leuke vogeltjes. En Kim heeft daar hele goede foto's van gemaakt, dus daar komt ook wel allemaal mooi uit. En lekker geluncht op de boot. En nu zijn we op weg naar Camp Leaky, waar dus de orang-outangs wel gewoon weg kunnen. Het zijn wel wilde, maar het zijn soort semi-wilde dieren omdat ze wel gevoerd worden. Dus daar zijn we nu naar op zoek. We hebben nog leuke beesten gezien. Oh ja, Black Hornbill. Oh ja, we hebben ook wel wilde orang-outangs gezien. Langs de rivier inderdaad. Er waren er 2 bij elkaar, 2 jonge dieren.
neusapen natuurlijk ook en zo. Dus heel veel vlinders. En het begon ook als een stralende dag. Het was hartstikke zonnig vanochtend. En het is op een gegeven moment gaan regenen toen we net aan het wandelen waren. Echt heel hard. Het duurde maar een minuut of 10 denk ik. En nu is het wel weer droog, maar wel nog steeds bewolkt. Dus het is een beetje grijzig, maar ja, je weet maar nooit hoe het hier gaat regenen natuurlijk. Maar het is ook wel een leuk stukje rivier. Het wordt steeds smaller ook. Ik heb het idee dat we steeds wilder terechtkomen. Heel zijn mond vol, handen vol. Kleine Hebbert ben je. En een zwijntje. Oh, niet boos doen. Ja, het is ook beter licht ook met een groen achtergrondje. De andere daar. Oh, gat er boven de hele groep zeg. Ja. Ik ben niet eens goed gezien. Ja. De neusapenfamilie. Daar hebben we de terugweg van Camp Leaky. Terug naar het kamp waar zie je hem. Hij zit achter die dikke tak. Oh ja. Daar zit als het goed is. Ja, dat is donker om er tegenin te kijken. Dat is de grote man. Maar kijk, het zit er goed vol mee. Hallo meneer. Ja, yeah. He looks like a king. Yeah, they're really impressive. Lukt het met de foto's? Ja, bij jou. Ja, ik ben ook bij het filmen. Oh. Die handen en zo, hè. Oh, het is een blik ook. Ik ga gewoon kijken. Welkom terug weer bij Joshua en Kim op avontuur. We zitten nu, zoals jullie zien, nog steeds op de rivier. Op onze boot. We gaan zo... dineren en mogelijk zitten hier ook vuurvliegjes die dan heel mooi rondzwerven als het donker is. En naast ons in de boom, dit is natuurlijk echt weer veel te donker. Nou ja, je ziet het een beetje. Ja, nee, mijn lampje komt zo ver niet. Wacht, misschien is die daarboven beter te zien. Daar zit je. Kijk, weet je. Nou, dit zijn in ieder geval de neusapen. Kim heeft net ook een hele mooie foto gemaakt van een man die zo'n hele grote neus hebben. De vrouwtjes hebben dat niet. Een hele goede foto. En hier, eens even kijken, moet ik even de goede bomen hebben. Ja, daar. Ja, dat gaan jullie ook niet zien. Ja, dat zie je trouwens wel, want ze bewegen nog.
Ik hoop dat jullie ze horen. Ja. Nu rechts in beeld zitten er, wat zullen het zijn, een stuk of 4 of 5 op een rij. Daarboven zie je ze lekker bewegen. Dus het is heel donker nu te zien. Wij zien ze natuurlijk ietsje beter dan jullie op de film. En ja, het begint gewoon erg te schemeren. Maar hun zijn allemaal lekker slapen. Oh, een babytje zie je daar helemaal bovenaan. Hun zoeken een slaapplekje op. Sommigen zitten echt al helemaal opgekruld. En ze gaan elkaar, ze houden elkaar echt heel schattig vast ook als ze met meerdere bij elkaar slapen. Nou, wij gaan zo dus dineren. En als het dan donker wordt, gaan we ook nog op zoek in... moet mijn camera natuurlijk weer even focussen, want hij snapt het weer niet. Even kijken. Die kant op. Oh, ik ben er weer te ver. Oh, dat kan ook nog. Ja, ik zal even zo uitzoomen. Ik zeg uitzoomen. Sorry weer voor de vertraging, mensen. Kijk, in dit water gaan we zo op zoek of we krokodillen kunnen vinden. Daar zou hier zoutwaterkrokodillen kunnen zitten. Maar het is wel nog zoet water hier. Dat we te ver van de kust af zitten. Maar er komen ook valse gavialen voor. Dus dat is ook wel interessant natuurlijk. Dus nou, daar gaan we ook naar op zoek. Ja, Shoko. Shoko. Dit is onze tweede trip naar Camp Leaky en we zijn net bij het voederplatform geweest. Nou, op de terugweg zit hier deze knappe dame zo te zien, het termietennest leeg te zuigen. Ze eten de termieten en de eitjes op. En ze zuigen ze eruit zoals je hoort. En dit zijn dan de semi-wilden, ze zijn helemaal niet bang van mensen en zo. Oh, come by, no problem. Daar zit er nog eentje, die had net ook een stuk termietheuvel. Zeg maar dag tegen de camera.